Imposant. Heel imposant. Zo. Dit waren dus de trappen waar, waar Hitler vanaf kwam met zijn mensen voor de openingsceremonie. Ja. Hij kwam dus ja, met erg veel vertoon, met een grote pet op en met een soort bruin uniform aan. Hier tussen al die andere mensen, merendeels ook geuniformeerd. Ik spiele van Berlin. Zur Feier der ersten Olympiade Neuer Zeitrechnung. Als eröffnet. Wat is de indruk die wij van Hitler hadden? Nou, kijk, hey, dat is dus de vent die dus nu aan het hoofd van Duitsland staat. Zo dachten we, oh, nou ja, wat is het voor een... Het zei ons eigenlijk op dat moment verder niets, alleen al dat vertoon en dat machtsvertoon, ja, niet alleen in de zin van militaire macht, maar überhaupt dat grootse aanpak van allerlei gebeurtenissen, zoals deze Olympische Spelen, dat vonden wij toch wel heel indrukwekkend. Met de bril van nu zien we natuurlijk een soort visitekaartje van het nationaal socialisme als we nu terugkijken naar die beelden. Zo, toen wel, maar toen werd ervoeren werd het niet, absoluut niet angstig of nee, helemaal niet onnozel. Dat is eigenlijk de enige algemene indruk die ik achteraf dan kan geven. We waren zo onnozel destijds. Zo weinig inzicht hadden wij in de situatie die zich bezig was te ontwikkelen in West-Europa.